donderdagavond 25 februari en wij zijn met Theater Hoelé op weg naar... Willem Ruis, de musical. En daarin speelt Lynn Jansen en dat is iemand die wij al een hele tijd kennen. En die gaat na de voorstelling ons vertellen hoe het zo gekomen is dat zij in deze musical staat. Ik ben heel benieuwd hoe Lynn het doet vanavond. Je heeft ooit het Isola-toneel ook meegespeeld. We zijn bijna bij het Amphion. En we mogen gelukkig doorrijden. Ja, straks als we in de parkeergarage staan hebben we beter licht. Dus dan ga ik nog even iets vertellen over Lynn. In de auto vertelde ik al over Lynn. Lynn heeft een jaar meegedaan met het Isola-toneel op het Isola. En daar heb ik haar voor ook... mijn tijd. Voor jouw tijd nog, ja. Daar heb ik haar ook geregisseerd. En vorig jaar was Lynn genomineerd voor een Musical Award. Als ik het me goed herinner, was dat de Musical Award voor beste vrouwelijke bijrol in een kleine musical. Maar dat gaan we er straks ook even vragen. Dus we gaan aan de wandel. En wacht het af! Ja, we gaan, precies, we gaan even kijken wat de show brengt. Nou, laten we dan even beginnen met de opleidingen die je hebt gedaan. Ja, ik heb ben begonnen in... ik heb eerst rechten gestudeerd aan de universiteit. En daarna ben ik op de vrijdagavond de Musical Factory gaan doen in Tilburg. Ja. Dat is een part-time opleiding die ik wel heel leuk vond. Maar ik denk voor degenen die nu kijken, die willen het, als ze het willen gaan doen, dan zou ik toch voor een fulltime opleiding gaan. En dat heb ik gedaan aan het conservatorium in Alkmaar. Die is opgeheven omdat gewoon, gebeurt, dat soort dingen. En daarna heb ik de masteropleiding muziektheater gedaan in Tilburg aan het Fontys Conservatorium. En dat bestaat nog. En dat is samen met Rotterdam ook wel een van de conservatoria die ik zou aanraden. Dus als je muziektheater wil gaan doen, musicals wil gaan doen, dan zou ik daar naartoe gaan. Okay. Ja. Niet naar Amsterdam. Amsterdam is meer dans. Ja. Oké, als je dan heel goed kan zingen en spelen, schijnt er wel dat je extra, bijvoorbeeld, jij krijgt een extra pakket dat jij net wat meer ook daarin krijgt. Maar... Oké, want dat is inderdaad waar sommige mensen over twijfelen, van ik ben niet zo goed in dansen, maar kan ik dan wel de musical in? Ja, kan. Muziektheater wel. Zeker. En dan zou ik naar Tilburg gaan. Okay. Daar komen meestal, en of Rotterdam, daar zitten meestal mensen die gewoon... Je kan, als je daar 4 jaar studeert, gewoon met het juiste materiaal, je moet wel talent hebben, maar grote rollen zingen. Okay. En als je grote hoofdrollen kan zingen, dat betekent dat je niet in het ensemble hoeft te staan. Okay. En als je in het ensemble staat, dan moet je een goede danser zijn. Dus als jullie mensen hebben die bijvoorbeeld heel goed kunnen dansen, maar niet per se heel erg uitspringen in het spel of heel erg in zang, dat hoeft ook dus ook niet altijd. Als je ensemble en heel veelzijdig bent, dat alle drie gewoon op een goed niveau krijgt, dan zou ik weer naar een dansacademie gaan. En zelfs dan is het. En dan heb je bijvoorbeeld Amsterdam? Ja, okay. Zeker. Ja. Oké, dat is wel goed om te weten. Ja, je hebt in Tilburg heb je muziektheater en musicaltheater. En musicaltheater is meer dans. Muziektheater is meer stemtechnisch. Mm-hmm. Maar nu meen ik ook weer de bezuinigingen dat ook die opleidingen worden samengevoegd. Dus, onderscheid. Ja, precies. En waar wij dus onlangs heen gereisd zijn met Theater Olé, Wie is Loesje? Dat was dus muziektheater. Ja. Wie is Loesje? Ja, klopt. Precies. Muziektheater mensen, zeker. En als je nou tips moet geven voor audities, dan zijn er vast een heleboel kijkers die tips willen. Ja, even kijken. Als je een musical auditie hebt, dan zou ik ten eerste een lied kiezen dat je heel leuk vindt. Dat je goed bij je past. Je moet goed kijken of je het goed kan zingen en daarna goed kan spelen. Dus je moet niet iets doen wat eigenlijk net te moeilijk is. Ik zou iets kiezen wat je goed ligt. Dat is tip 1. En dan zou ik er daarnaast voor zorgen dat je gewoon goede zanglessen neemt. En met iemand ook werkt aan de interpretatie van dat lied. Mm-hmm. Want dat is iets wat ik in het begin vergat. Dus dan ging ik gewoon het lied zingen. Terwijl uiteindelijk gaat het erom waar dat lied over gaat. Dat je het verhaal vertelt. Precies. Ja. En dan moet je ook eigenlijk een lied kiezen wat je heel leuk vindt te doen. Dus je hebt bijvoorbeeld van die leuke spelliedjes zoals Nothing at the Chorus Line bijvoorbeeld. Ja. Dat vond ik een heel leuk liedje, want daar kun je heel erg in spelen. Dus dan hoef je niet per se heel erg... dan gaat het niet per se om klank maken, maar meer om iets over te brengen. En dat is leuk aan dat lied. Dus kies een goed lied en bedenk dan goed wat je zegt in het lied.
Okay. En hoe ziet een repetitieproces voor jou eruit? Als we dan nu even deze, dit stuk Ruijs. Nemen met Willem Ruijs. Hoe gaat dat? En hoeveel tijd heb je om te oefenen voordat je echt moet gaan spelen? We hebben nu 5 of 6 weken gerepeteerd. En dat was tegenwoordig ook door bezuinigingen wordt dat steeds korter. Mm-hmm. Want mensen kiezen daarom ook. Joop van Ende maakt eigenlijk de laatste komende jaren alleen nog maar dingen die op bestaan in de kast liggen. Ja. Dus vandaar dat een Beauty weer terugkomt, Her komt weer terug. Zonde. Dat was bij Willem Ruijs dus niet het geval. Dus dat vond ik heel tof daaraan. Dat daar dus een producent is, Janke Dekker Productie, die gewoon haar nek uitsteekt voor helemaal iets nieuw gemaakt. Nieuw script, een vrij onbekende cast. Maar zij kiest daarvoor, dus dat is heel tof. Dus wij hadden ook iets langere tijd om te repeteren. Dat bestond, ik denk dus uit 5 of 6 weken. En dan gaan we eerst heel veel lezen. Een stuk lezen, kijken wat met je oproept. En op een gegeven moment ga je dan de vloer op. Nou, dat kennen jullie. Mm-hmm. Dan ga je staan en dan ga je gewoon met je zetten, dingen uitproberen. Oh, hoe gaan we die scène? Kun je het eens zo doen? Kun je het eens zo doen? Wil je het zo spelen? Dan ga je het een beetje doorwerken. Vaak werk je dan een scène kort. Pak je het eind van de week weer even terug. Voel je hoe het voelt? Oh nee, dan zit daar toch nog wel een dipje. Of daar moet er nog wat meer gebeuren. Dus zo gaan die repetitieperiode eigenlijk. Dat je gewoon langzaamaan er doorheen vliegt op dat stuk. En dat je dan, tenminste, iedere regisseur werkt anders trouwens. Maar vaak vlieg je er een beetje doorheen en dan ga je daarna weer schaven. Okay. Ja, zo is hoe wij het nu hebben gedaan. Mm-hmm. En hoe vaak in de week treed je nu op met deze voorstelling? Gemiddeld 4 à 5 keer. Okay. Ideaal. En daarnaast zit je ook bij de triolets. Ja. En daar reizen jullie ook heel erg veel mee, zie ik nogal langskomen. Klopt. En dat kun je combineren? Nee, maar... ik zie je ook inderdaad soms op foto's Nee, klopt. Nee, klopt. You shouted loud, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. You criticize, but all your bullets ricochet. You shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, fire away. Ricochet, you take your aim. Fire away, fire away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Nee, dat kan ik niet combineren, maar wij hebben, ik ben met 2 andere dames de oprichter van de triolet. En hebben wij voor alle dames, hebben wij 2 understudies of meer zelfs. Ja. Mm-hmm. Dus, en in die zin is het een luxe positie dat als ik, laat maar zeggen, voor Willem Ruijs nu kies, dan kan ik natuurlijk niet hier een avond niet zijn. Dus alle data die dan de triolet staan, is er iemand anders mee. Mm-hmm. Maar als het dak voorbij is, ben ik gewoon wel weer de eerste die dan daar staat. Ja. Dus ik ben daar wel heel blij om en het is ook iets wat mij in dit vak mijn zekerheid geeft. Want ja, ik weet niet wie dit precies gaat kijken, want het is natuurlijk wel een lastig vak. Want je moet het ten eerste omdat je het heel leuk vindt. En als je er dan weer goed in bent, dan moet je er gewoon totaal voor gaan. Maar het is wel zo dat er heel weinig werk is. Bijvoorbeeld dit seizoen waren er misschien 2 audities waar ik naartoe kon. Ja. 2! Ja. Dat is niks. En dan komen er niet alleen ik kom dan op af, honderden vrouwen. Dus dat is ook nog zo. Als man heb je dan weer iets meer voordeel, want er zijn wat minder mannen. Helemaal als je dan ook nog gewoon een hetero man bent, scheelt weer. Hetero mannen zijn weer minder, gewoon wat minder vaak voor in de musicalwereld. Of als je gewoon toch homo man bent, maar dan gewoon mannelijk kan spelen, is ideaal, snap je? Dus dat zijn allemaal dingen die uitmaken. En zijn er dan, we hebben het nu al een beetje over de nadelen. Er zijn natuurlijk heel veel voordelen en iedereen heeft dat glamourbeeld. Ja. Maar wat zijn inderdaad nadelen? Wat moet je realiseren als je zo'n opleiding dus gaat doen en als je het vak wil kiezen? Ik vind het een vak, denk ik, meer dan als ik bijvoorbeeld nu advocaat was geworden, dan denk ik dat ik bij dit vak heb je altijd het gevoel, je moet altijd blijven werken. Dus ik heb nu al iets van 8 jaar gewoon toch zangles bijvoorbeeld. Dat moet je gewoon blijven doen. Je moet gewoon goed voor jezelf zorgen. En dat zijn allemaal dingen die best wel duur zijn. Mm-hmm. Dus het vraagt veel investering. Het is niet iets... Het lijkt ook een hele leuke investering, maar het is geen makkelijk vak. Bijvoorbeeld, ik heb mezelf veel meer leren kennen tijdens mijn muziektheateropleiding dan tijdens toen ik recht studeerde. Dat was dan gewoon veel meer
ja, ieder voor zich en je bent heel erg met je hoofd bezig. Dit vak is meer, veel meer vanuit, ja, veel persoonlijker of zo. Mm-hmm. Je staat er veel, ja, ik vind dat er zwaarder aan en dat maakt het ook leuker, maar ook intenser. Maar ja, wat ging ik nou eigenlijk zeggen, wat nou het nadeel was? Ik weet het niet. Maar is er nog iets wat zo bij jou past? Nee, dat het veel investering dus vraagt. Okay. Dat kan een nadeel zijn. Dat je voor je gevoel nooit echt klaar bent. Ja, gaat altijd door. Je moet eigenlijk altijd zorgen dat je en nog wat spelles hebt en dat je dat allemaal op mijn niveau blijft. Helemaal als je bijvoorbeeld een seizoen zonder werk zit. Ja. En ja, dat zijn er natuurlijk wel, dat zijn er best wel veel. Mm-hmm. Dat is gewoon de waarheid. Ik denk dat we de laatste vraag moeten stellen, want achter ons gaat het licht uit. Even als laatste vraag. Ja. Lynn was vorig jaar genomineerd voor Musical Awards. Dat klopt. Het was nominatie voor de beste vrouwelijke bijrol in een kleine voorstelling in een wintersprookje. Okay. Dat was super vet. Dat was mega. Ik bedoel, het is een jury die ik niet ken. Het is gewoon heel... Het is heel leuk, dat ik had het ook echt niet verwacht. Als je dan dat soort door, ik allemaal appjes krijg van, jij bent genomineerd. Ja, dat is te gek. En mijn categorie was helemaal te gek. Brigitte Heidser, René van Wegberg, Sylvia Porta, what the fuck, weet je wel. Ja. En dat was ook een mooi stuk wat het toen maakte. Dus dat was heerlijk toen ik daarvoor, want ik was er dit jaar ook op het gala. Mm. Omdat wij met Ruis voor het beste script een award hebben gewonnen. Ja. Ja. Dus dat was ook heel tof. En toen dacht ik ook van, jezus, vorig jaar... Zat ik hier gewoon met een soort moment van, zou ik hem winnen of niet, weet je wel? Ja. Ja, dat was tof. Is er iets je bijgebleven van die avond, dat het er nog uitspringt, zeg maar? Nou, het feit, die avond dacht ik ineens toen ik daar zat. Godverdomme, ik wil hem winnen, dacht ik ineens. En dat had ik dan maar zeggen, en dat dacht ik thuis, dat ik dat niet echt. Thuis dacht ik van, het Brigitte Heidser. Die zal hem wel krijgen, die kreeg hem ook trouwens. Ja. Maar toen ik daar helemaal in die stoel zat en dat ik helemaal dacht van, toen dacht ik, ik wil dadelijk zo naar voren lopen, dan wil ik iets zeggen, weet je wel. Had je speech voorbereid? Ja, dat moest. Ja, okay, je kreeg een mail, jongens, bereid nou in godsnaam iets voor, want het is heel vaak gebeurd dat iemand dat niet doet, dus je moest, het is niet dat ze zeiden van, waar is jouw speech, laat even zien. Ja, ik had keurig netjes een speech gemaakt en ze zeiden ook hoe lang die moest duren, want je krijgt zo'n tromgeroffeltje op het gala. Als je te lang praat, dan moet je snel, weet je. Maar die had ik gemaakt, maar ik heb hem daarna gewoon in de foyer tegen mijn familie verteld. Als ik hem gewonnen had, dan had ik dit gezegd. Dus ik heb het wel nog gezegd, maar helaas niet. Nee. Ja, wie weet hè. Wie weet. Ja. Nou, wil ik je heel erg hartelijk bedanken voor je tijd, want je hebt een heleboel nog mensen. Nog één tip. Ja. Mensen die musical willen doen en goed Duits kunnen, dat is ook een voordeel. De Duitse markt is gek op Nederlanders. Oké. Okay. Echt. Dat is een hele goede tip. Echt zo. Tilburg, dus iedereen die zijn pakket nog moet kiezen, moet dus bewust Duits echt kiezen. Echt, ik zweer dat je Duits erbij. Als je musical wil doen, Duits erbij doen. Ja. Dat moet. Oké. Okay. Dit is echt de beste een hele tip. Goede tip. Dit is de beste tip van het interview, denk ik. Denk het wel. Ik denk dat dat een hele goede is, ja. Yes. Ja, nou dan heel erg bedankt voor je tijd, want je moest heel veel mensen af hier in Doetinchem. Ja. Die je natuurlijk jullie kent, bedankt voor het wachten. Ja, joh, geen probleem. Dan hebben wij nu ook weer wat om te laten zien. Ja. Ja, nou, succes jongens. Ja, en we blijven je volgen. Hey, tot later. En tot ziens bij Theater Roulet. Ik ga ook nog even zwaaien. Doei. Doeg.